Even testen. Ja, dit lijkt te werken. Wat hebben jullie allemaal te doen? Ja, kom maar. Mag ik daar een stuk pakken? Ja hoor. Ik ben niet afgedaan. Ja. Even een keer. I. De constante. Of de. Ja. Gaan we zo meteen doen. Ik ga er nog eentje bij zetten. Die nog niet eens op jouw dingen staat. Oh, je hebt ook de bracket notatie. Die sla ik even over. Ja. Die andere is nog niet af. Ja, laten we die ook maar eens pakken. Die zet ik erin. We hebben er al wel aardig wat, toch? Zijn jullie nog meer tegenkomen? Zonder die V-fi. Ja, dat is ook goed. Ja, die, ook goed. Prima. En de 8 piekendraad. Maar precies niet meer. 8 piekendraad, die vind ik wel spannend. Nee. Oh, oké. Okay. Ja, dat is dezelfde als die andere met die andere. Oké. Ja, dat is, ja, kan ook, inderdaad. Wat is de grap nu? Het is allemaal herschreven waarschijnlijk. Het zijn allemaal dezelfde. Ja. En dan ga je jullie laten zien wat erachter zit. De eerste, eigenlijk. Deze is hetzelfde, eigenlijk zou je zeggen, hè? Deze lijkt best wel veel op elkaar, hè? Maar wat je ziet hier is dat dit eigenlijk is het verschil dat als je zou zeggen E is I, H, D, T. Dan zijn ze hetzelfde. Hè? Ja. Wat ik jullie net verteld heb, is dat je die energie in een kwantumwereld is geen normale formule, maar is een operator. Het is de energieoperator. Doen we ook met een operator. Doen we ook met een dakje. Een energieoperator. Dus je ziet eigenlijk, ja, maar wacht even, wat is de energieoperator in de kwantumwereld? Dat is deze. Dat is blijkbaar als je van die golf de I maal de constante van Planck, gereduceerde constante van Planck, maal ddt doet, maal de golf, dan heb je blijkbaar de energie. Dus deze twee zijn hetzelfde. Toch? Die H, dus ga je natuurlijk zeggen, ja, maar die H heb ik nog nooit van gehoord. Nee, hebben we dat nog niet van gehoord? Hamiltonian. De Hamiltoniaan. Weet je nog, van de eerste lessen? Je had Lagrande, die L, grote L, en je had die grote H. En die H was iets met T plus P, volgens mij. Dat was iets met, dit was kinetische energie, hè? Weet u nog? Kinetische E. En dit was, nou laten we zeggen, potentiële energie, maar ik laat hem even als V staan. Laat hem even als V staan, doe het bewust. Als we hier kijken, hier zien we dus eigenlijk E. Weer, E4, hè? Want dit was de energieoperator. Ik ga het direct even niet doen. Hier zien we die V. En hier zien we, ja, dit lijkt niet op een half mp kwadraat, toch? Nee. Nou. Nou. Zit er wel iets met een half in? Er zit iets met impuls in. Dit is half mp kwadraat. Dit is kinetische energie. Dit is blijkbaar, want de impulsimperator in. Wat is die? Dat staat bij 1.5. De impuls. Dat is min i h. En dan partieel gedifferentieerd van x. Van x. Hey. En hier staat. Wacht even, dit is t kwadraat. Dit moet x kwadraat zijn. Klopt hè, denk ik. Ja. Ja. Je ziet hier. Hier is 2 keer gedifferentieerd naar x. En dit was. P is ook m keer v, hè? Toch? Als ik dit 2 keer doe, dan krijg ik m kwadraat v kwadraat, toch?
Het lijkt al heel erg op kinetische energie, maar ik heb een m te veel, toch? Nou, dan delen we door de m. Dus wat je hier ziet, deze formules, wat zegt dat nou eigenlijk? Dit zijn de bewegingsvergelijking, de wetten van Newton. Oh, golf. Wat we gedaan hebben, want we hebben gezien bij die klassieke sommen dat we met die L en die H konden we de bewegingsvergelijking van het systeem doen. Nou, dat kunnen we hier ook mee doen. Dit is de quantum variant van de bewegingsvergelijking van Newton. En we moesten moeilijke dingen doen, want het ging over golven. Hè, hier konden we gewoon leuk getalletjes invullen. De snelheid was bepaald, maar hier hadden we golven. Dus daarom zitten we hier allemaal zo moeilijk te doen. Is deze... Ik snap niet zo goed waar die P is IH terugkomt. Waar zien we dat in die formule? Deze? Ja. Aan de linkerkant. H kwadraat? Ja. Wat hier staat eigenlijk is P kwadraat gedeeld door M. Dus als je P kwadraat gedeeld door M doet, dan krijg je M kwadraat keer V kwadraat. Dat is een half. M nogmaal een half. Oh, ja. Zie je? Dan zie je me 1 op... Ja, maar waar is die I dan gebleven? Ja. I kwadraat is 1, min 1. Ja. Die H, die staat er ook. Ja, ik zie hem. Oké. Hier gaan we nog allemaal mee oefenen en noem maar op. En dit, als je dit nu aanneemt en denkt van, oh, oké, dat is ongeveer het level wat je nodig hebt. Ja. Dus je hoeft niet veel verder in het snappen hiervan. Want, weet je, dit is gewoon hoe ze het doen en dat werkt. Er zit voor de rest ook niet een soort diepere iets achter. Het probleem was, als we net doen alsof het golven zijn, dan kunnen we heel mooi dingen voorspellen. Oké, maar als we golven hebben, we meten van een deeltje nog steeds iets van een impuls en van een kinetische energie en noem maar op. Hoe vertalen we het dan naar dat golfbeeld? Dit is die vertaling. Ik snap het niet van. Oké, dan gaan we nu weer even helemaal terug de wiskunde in. En dan gaan we gewoon simpelweg beginnen met hele kleine sommetjes. Dus dit, daar kan het eigenlijk net zo goed weghalen, denk ik. Ik haal dit weg. Die laat ik nog even staan. Wat zullen we doen? Dit is een hele simpele differentiaalvergelijking. En wat dit ding eigenlijk zegt, is de afgeleide van i naar x is 5. Afgeleide van phi naar x. Hebben jullie toevallig al een idee wat hier een oplossing voor zou kunnen zijn? Dus ik moet een functie hebben. En dan vul ik iets in en ik weet dat hier ook iets met x in voorkomt of zo, denk ik. En als ik dit ding afleid naar x, dan moet er 5 uitkomen. Dus als ik dit ding de afgeleide hiervan neem naar x, dan moet er 5 uitkomen. Hebben jullie een idee? Ja, oké. Mee eens? Ja. Okay. Ja, dat klopt. En dit is een oplossing van deze differentiaalvergelijking. Dus ik heb... Dit is een hele simpele differentiaalvergelijking. Is dit de enige oplossing trouwens? Ik zal even klappen. Ik kan elk willekeurig getal hierachter, dat voldoet hier ook in. En hoe doe ik dit nou eigenlijk? Ik gok dit en dan ga ik erin stoppen en dan kijk ik of het klopt. Dus ik ga het even uitrekenen. dx is 5. Dat vul ik hierin. 5 is 5. Ja, is goed. Toch? Oké. Okay. Doen we er nog eentje. Ja, is fout. 3t plus c. Ja, 3t plus. Ik ga dat plus c, laat ik even weg. Dat ga ik niet meer doen. Dat wil niet zeggen dat er zijn meerdere mogelijkheden hoor, maar dat ga ik nu gewoon even weglaten. Deze, hier wordt wat spannend. Nee, x is positie. Dat is logisch. Nu heb ik de tweede afgeleide naar tijd.
is 3, denk ik. Ja, dat klopt. Maar ik zie jullie nog heel moeilijk kijken. Dus klopt inderdaad. De grap is, ik moet 2 keer differentiëren en dan moet er dit uitkomen. Nou, we hebben net gezien dat als ik 1 keer differentiëer en ik wil dit eruit hebben, dan dat is dit de oplossing. Hè? En dan moet ik eigenlijk nog eens keer iets hebben, want als ik dit, als ik. Ik moet iets hebben, want als ik differentieer, dat er dit uitkomt. Wel. Dus eigenlijk weet ik dat dit dit is. En de vraag is nou eigenlijk, wat is dit dan? Dus ik moet iets hebben, want als ik differentieer, dit eruit komt. Ik ga zo over 2 doen. Ja, oké. Nou, dan. Jij zou het snel. Dus dat is inderdaad een half 2 kwadraat. Plus, dat klopt, inderdaad. Dit klopt. Er zit hier inderdaad nog stiekem wat extra mee. Nog 2 dingen, toch? Ja. Ja, 2 dingen. Dat klopt. Maar die ga ik allemaal niet benoemen. Maar dat klopt. Er zijn inderdaad meer mogelijkheden. Even denken. Ik heb mijn speakbriefje. Kijk eens naar. Dit is wat de situatie die we hebben. Dus kijk, we hebben een golf. Die gaat dan in ruis blijkbaar bij hier. Nee, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Ik ga mijn lijstje zoeken. Nu gaan we iets anders raken. Dat één is en dat we regelen met die aangehaald. Ja, de amplitude inderdaad. Tenminste, dat bepaalt hoe hoog dit inkomt. Van jouw gezicht. Geweldig. Dus we moeten die aangehaald schalen. Naar zodat area 1 is. Wat we nou zien, we hebben een ding wat afglijdt naar zichzelf. Zichzelf is. Of afglijdt naar T is zichzelf. Dus we moeten een ding hebben als je naar de grafiek kijkt. Van deze waarde hier. De steilheid van deze lijn moet precies gelijk zijn aan deze hoogte. Nou, stel dat deze waarde 1 is, dan moet die hoogte precies hier 1 zijn. Ja? Nou, die vind ik net een beetje die kant op. Stel dat, dat ik hier zit, zeg maar wat. Dan moet die stel dat de waarde hier 2 is, dan moet die steilheid precies ook 2 zijn. Nou, ik zal hem alvast een beetje tekenen hoe die eruit komt te zien. Komt er zo uit te zien. En deze ga ik gewoon verklappen. Dit is de definitie van deze. Dit is de definitie van een E-macht. E-macht eigenlijk de... Hè, wat is... E, weten jullie wat het is? Het is 2,7 nog wat. 1, 7, 1, bla 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 bla. Het is gewoon een getal. Wat is er nou bijzonder aan het getal? Dat als ik... De afkleiding is hetzelfde. Dat is het enige bijzonder. Kijk, want ik kan ook iets anders proberen. Ik zou bijvoorbeeld kunnen proberen... Ik kan ook proberen 2 tot de x-te. Dat is iets anders, hè? Dus 1 is 2,7 nog wat tot de x-te nemen, maar ik doe 2 tot de x-te. Als je die invullen, en dan zien we 2 tot de 0 is 1, hè? 2 tot de eerste is 2. Toch? Dus hier zit je 2. Ja, 1. Hier moet hij dan 8 zijn, noem maar op. Als je dat... gaat kijken de afglijding hiervan, als je hier de afglijding van pakt, dat gaat dan niet precies weer dit zijn. Dus net de kromming hier, zeg maar, van 2 tot de x-te, want die is dan dit, die is hier even denken, die is hier net te laag om hier dit weer op te leveren, zeg maar. Dus dat gaat niet goed. Als je hier 2,7 doet, dan zul je op een gegeven moment zien dat het precies mooi past. Nou, dat hebben we 1 tot de x-te genoemd. In dit geval moet ik zeggen 2 tot de tukken. Dus dit is een oplossing. Hoe doe ik dat? Ik leid hem gewoon af. Hè? Even denken. Ja, dat is zelf. Oké, dat vul ik dus links in. En dan ga ik hem rechts invullen. Is ook dat? Ja, dat is waar. Het is een oplossing. En er zijn net iets intelligentere technieken, maar niet super veel intelligenter. Maar in principe probeer ik wat. Ik vul het in als het klopt, links en rechts is het goed. Dat gaan we de rest van de cursus eigenlijk de hele tijd doen. En spoiler alert, we komen ontzettend vaak op dit soort getallen uit. Ja, maar dat is... Spoiler alert, dat is dit.
Ah. Maar dan ga ik nog even. Dat komt. Oké, nu gaan we een andere doen. Even kijken, net deden we T, hè? Nu doe ik weer X. Ja, lekker zieken. Een idee. Iemand een idee. Dat is een 2. Zet het ook een streepje erin bij, de, bij mij, hè? Dus omdat ik een rare 2 heb. Die terug, dan zijn we eerst dit publiek en dan de 2. Ja. Dat is inderdaad dit. Hoe kun je dat ook zien als dit de E-macht is? En E tot de 2 tijden is eigenlijk een, dan is hij eigenlijk ingekrompen. Zo. Hè? Dus dan loopt hij eigenlijk zo. Loopt hij een stuk stijver. Ja, dan kun je ook inzien dat de afgeleide hier is dan 2 keer zo groot als dat hij eigenlijk daar is. Nou, we kunnen het gewoon even weer doen. Hè? Dus dx. Nou, dat is weer zichzelf. Kettingregel, die komt naar voren. Vul ik in. Dus hier komt 2... de E, 2 tijden. En rechts vul ik in 2 maal phi. Oh, ja, ja. Dit was phi. Ja, is goed, hè? Oké, okay, top. Dat is ook nog A, dus dan is het toch makkelijker al in de vorm. Wat zal ik, net had ik T of X? T, hè? Ga ik weer X doen? Bewuste keuze, hoor, maar met de hele tijd switch. Doe 2 keer de gedifferentieerde en dan is je weer zichzelf. Een idee? Nee, EX. En wat dacht jij? Nee, hij is eigenlijk simpeler dan je denkt. Het is inderdaad dit. Want de afleiding hiervan is zichzelf, toch? En als ik dat weer afleid, ja, is je nog steeds zichzelf. Is nog steeds zelf, links en rechts invullen. Ja, is goed. Maar dan kom je ook in. Dus je beeld voor A. Ik heb het ook leuker maken. Anders moet je ons zakken. Twee keer. Dan zet je hier allemaal weg. Ja, heb je hier de invers. Hebben jullie een idee? En dan laten we A als eerste hier. Ja, nee, dat maakt niet uit. Ja, dus hoe geef je A? Ja. Laten we jullie twee als eerste. Ja, maar. Ja, je hebt dit al eens een keer gehoord, hè? Ja. Dus je hebt. Ook weer iets met een E, hè? Waarschijnlijk ook iets met een X. Maar het probleem is, moet die 2 nog ergens vandaan komen? Is het niet 1, 2, X? Laten we dat eens proberen. Eerste afgeleide. 2? 1 tot 2 X? Dan moeten we hem nog een keer differentiëren. Dan komt er nog een keer die 2 naar voren. Dus dan krijgen we 2 kwadraat. Dus je zit in de buurt, maar nog niet goed. Wat zullen we dan doen? Dus we wilden hier 2 hebben, maar dat kwam 2 kwadraat uit. Dit zou mijn antwoord zijn. Maar denk je dat dan een goede volgende gok is? Ja. Dan komt er hier de wortel van 2 uit. Dan komt er... Ja, ja. Dan komt er hier wortel 2 keer wortel 2 uit, is 2. Is goed, hè? Nou, we gaan lekker. Het zijn versen van 1,5. En e x kwadraat. Dat keer half is 2. E x kwadraat. Ja, maar hoe was ik? Maar dat ik zal hem even doen. Want die gaat fout. Ik zal je laten zien. Ja, maar dat dan. Dat is in principe e x kwadraat, hè? Maal, dit stuk weer afgeleid, maal 2x. En dan krijg je aan die kant 2x en hier niet. Dus dit is al oplossing. Sterker nog, krijg je straks... Ja, je krijgt nu helemaal ellende hoor, want nu ga je de product... Nee, nou heb ik niet meer. Ja, nee, nu is het niet meer leuk. Dus, oké. 1 gedeeld door... Pakken weer zo'n teetje. Half.
keer 5. Het zou hetzelfde zijn als. Min 2. Ja, ik was van. Maar klopt, hè? Afkleiden komt ook niet. Klopt. Als je 5 x is. Hebben wij eigenlijk ook gehad, hè? Wat is deze? Een. Ja, ik ga het een beetje anders opschrijven. Wortel 1. 1 is waar, hè? Want wortel 1 is 1. Maar ik doe het heel bewust. En nu? Maar ja, dit is dan toch gewoon. Ik zou het gewoon wel opschrijven. Ja. Ik heb het opgelost. Wortel min 1. En dat is. Dat is. Dat is. Dat is. Maar, wacht. Want nu ga ik jullie een andere vraag stellen. Ik wil ook weer weg, hoor. Welke functie kennen jullie die twee keer, als je hem twee keer differentieert, zichzelf is, maar dan min? Want die kennen jullie, die functie. Ja, sinus. Ja. Sinus, maar ja. Het is niet dezelfde functie. Ja. Als ik sinus t pak en ik differentieer hem één keer, dan komt er cosinus t uit. Ja, dat weet ik niet. En differentieer ik hem nog een keer, dan komt er min sinus t uit. En als ik cosinus t pak en ik differentieer hem één keer, dan komt er min sinus t uit. Differentieer ik die nog een keer, dan komt er min cosinus t uit. Dus dit is een oplossing. En dit is een oplossing. En dit is een oplossing. Hetzelfde oplossing. Ja? Dat is kut. Nee. Zo'n min sinus dan ook een oplossing? Ja, zeker. Okay. Als ik dit hier min sinus, het is allemaal oplossing. Maar. En nu ga ik zeg maar een stapje maken waarom we dit doen met dit. En want waarom doen we dit? Zijn het er mee eens dat dit wel lekker makkelijk rekent? Met zo'n 1 magje? Dat wel, hè? Ja, oké. Ik ga hem nu niet bewijzen. Dan moet ik het goed doen. Dit heeft Euler bewezen. In 1.4 bewijzen wij het zelf even. Maar dat hoeft niet, die mag je ook overslaan. Als je dit gewoon accepteert, vind ik het ook goed. Maar als wij het hebben over één macht met imaginaire coëfficiënten, hebben we het eigenlijk over sinus en cosinus. Wat is daar het grote voordeel van? Elke differentiaalvergelijking, die een lineaire differentiaalvergelijking, maakt niet uit hoeveel ze gaat. Ik ga even een differentiaalvergelijking opschrijven. Dit is een mooie differentiaalvergelijking, hè? Weet je wat ik nu al weet wat de oplossing is? Dat weet ik nu al. Ik hoef niet eens. Ik hoef echt nul moeite te doen. Ik weet al wat de oplossing is. De oplossing is een combinatie van een aantal eenmachten. Per definitie. Als deze differentiaalvergelijking lineair is. Dus kom ik in wortels en zo voor, hè? Dat soort ellende. Dan is de oplossing altijd iets met eenmachten. En als de eenmachten een imaginaire coëfficiënt hebben, wat gewoon, even kijken hoe zit het precies, dan heb ik het eigenlijk over sinus en cosinus, hebben ze niet een imaginaire coëfficiënt, dan heb ik het over signalen die ofwel groter worden, ofwel kleiner worden. Als ik dan naar golven ga kijken, waarom moet je dan altijd een eenmacht uit dan? Neem deze even van me aan. Ik heb een vak van 5 wc nodig om dit helemaal te bewijzen. Dan ga je naar zo'n plas en dan blijkt dat plas altijd. Ja. Dit is zo. En er zit een logica achter. Maar die ga ik even overslaan.
Dus wat kijk ik eigenlijk altijd als oplossing? Dit? Iets met cynische, cosinische? Of iets met uitdovende signalen? Of, en dat heb ik nog niet gedaan, een combinatie van deze. Een sinus die aan het uitdoven is. Maar ze ook gewoon een eenmacht. Het zijn twee eenmachten. Dat is namelijk een eenmacht bijvoorbeeld met min 5t keer een eenmacht met min it. Ja, dat is gewoon een ding wat uitdooft. Oké. Ik laat dit even zo staan. Dan gaan we nu naar de... We zijn er bijna hoor. We hebben al één sheet gehad. We hoeven nog maar één sheet, maar deze is veel korter. Maar wat heb je ingevuld voor A? Voor A, maar is het niet bij? Wat ik nu weet, ik moet iets hebben afhankelijk van X en van T. Dat weet ik wel. Maar wat kan. En er zijn meerdere oplossingen mogelijk, maar. Wat is ons eerste idee? Waarschijnlijk gewoon een eenmacht proberen, hè? Dat is een redelijk veilige keuze. Dus we doen iets met de eenmacht. Dus we doen iets met de eenmacht. Wat zullen we zetten? Tot de x-te? Maal t. Maal t. Dat gaat fout. Shit. Plus t. Gaat goed. Of, maar dat is hetzelfde. Dit. Dat is hetzelfde. Dit zijn, want weet u nog dat als je 2 kwadraat plus 2 kwadraat is eigenlijk, of 2 tot de derde, is dat ook weer? Nee, als je dit maal elkaar doet, is hetzelfde als 2 tot de derde. Dat is bij A. Laten we eens even kijken. Laten we eens even afleiden. Dus we leiden hem af naar x. Ik wist helemaal niet dat het nu komt. Even denken, dan is dit een constante geworden, hè? Dat blijft gewoon staan. En dit ding blijft hetzelfde. Mee eens? Ja. Als ik dit ding naar x, want dit is gewoon een getal eigenlijk geworden, hè? Want dat hangt niet van x af. Dus dit is e tot de x maal 5. Ja, dus gewoon, de oplossing is gewoon 5 keer e tot de x. Doe ik dat ook maal dt. Ja, hetzelfde weer. Vul ik die allebei in. Dan kijk ik e tot de x maal e tot de t is e tot de x maal e tot de t. Oftewel, die voldoet. Ja? Ja. Je maakt hem iets spannender. Goed. Heb je een idee? Het is vast een goed idee om een eenmacht te proberen. Ja, dat is sowieso weer een E. Ja. Sowieso weer een E. Wat gaan we erin zetten? Als we... Heb je een idee? Je hoeft er nog niemand door te denken, maar doe even een gokje. Iets. Laten we eens even kijken. X plus 3t. Dx is gewoon hetzelfde, hè? Ja. Toch? Ja. En d phi dt is 3 keer dit. Ja, we hebben verkeerd gegokt. Als we dit invullen, komt er hier 9 te staan en daar. Zie je? Maar... Het idee was wel goed. We doen 3x plus t. Toch? Dus in plaats van dat hij voor de t staat, zet ik hem voor de x. Ja, wacht nog even. Dan gaan we uitdoen. Dan gaan we dx. Dan krijgen we 3 keer dit. En die andere krijgen we gewoon zichzelf. Toch? Gaan we invullen? Links komt eruit 3 keer e tot de 3x plus 2. En rechts komt eruit 3 keer. Ik denk het die. Ja, is goed hè? Oké, top. Ja, ik ga het niet te moeilijk maken.
Ik hoop dat het dan gewoon wortel 3 is. Oh ja. Ja. Klopt, hè? Nu verander ik dit. Ja. Dan min 1. Wat denk je dan? Wat? 4i, hè? Dus als ik dit ding heb, dan komt er zoiets uit. Toch? Ja. Dan komt er dus iets uit met sinische coachings eigenlijk ook, hè? Kijk nou eens goed wat hier staat en wat daar staat. Lijken die twee formules een beetje op elkaar? Ja, hier staat allemaal meuk voor en hier staat meuk voor. En dit past niet lekker in, hè? Dus die strepen we even door. Zijn omgedraaid, maar het lijkt bijzonder veel op elkaar, hè? Dus wat verwachten we wat er hier ongeveer uit zou komen? Iets met zoiets. Ja, want ik doe dit keer dat. En dat is dus iets met cosinus en sinus. En dan zul je zeggen van ja, dan komt er dus iets met de cosinus uit plus een i sinus x. En die i, dat is natuurlijk onzin, want dat kan nooit een echt signaal zijn, toch, hè? Die imaginair. Maar ja, als ik dat integraal doe met het trucje van net, dan wordt dit stuk samen met dit stuk wordt gewoon een reëel positief signaal. Dus dan is het oké. Dit is de wiskundige intro om het aannemelijk te maken.